U bent verbonden met de mailbox van... Neem na de toon uw bericht op. Beste Gert, je spreekt met Frank Evenblij. Je weet wel, die jongen die eens in de twee weken vanuit Amsterdam komt... met als hoop dat zijn clubje wint. Of nee, de norm was eigenlijk al bijgesteld. Een goede wedstrijd spelen. Of nee, nog meer bijgesteld, een strijdbaar elftal zien... dat zich niet met de kop naar de slagbank laat leiden. Afgelopen zaterdag zat ik nog niet koud op mijn stoel... en na 6 minuten lijkt de boel al verspeeld. Schemig, wat werd er slecht gevoetbald. Het enige lichtpuntje vond ik de hardwerkende Strijhavka... die maar bleef jagen en moedeloos om zich heen keek of iemand hem nog kwam helpen. Maar helaas. Mijn vraag is, Gert, is dat een opdracht? Dat de andere spelers niet mogen jagen? Na 25 minuten kwam Bas Dost even de 2-0 binnenlopen... en we kunnen aan de koffie. Stilte alom. Nou, wat moet je nou nog? Richters brengen is het minste. Maar dat dat nou juist het verschil maakt, wie had dat verwacht? Ook ballen die hij niet goed raakte, kwamen toevallig wel bij medespelers terecht. Hij had het geluk dat het hele seizoen ontbreekt bij Willem II. Of nee, toch weer niet helemaal, want het staat alweer 2-3. Met dank aan Richters. Maar nee, een totaal ander Willem II stond op. Mijn hart zat in mijn keel en iedereen werd euforisch in het stadion. Ongelooflijk dat het hele seizoen niet lukte, lukt nu wel. Ik ben zo blij en trots op die gasten. Jan Arie en Richters die een verbluffend doelpunt maken. En dan is het afwachten. Die laatste paar minuten. Waar we normaal met angstzweet tussen de billen zitten, gaat het nu wel goed. Swinkels cultiveert zijn heldenstatus door een bal uit te verdedigen, door hem het stadion uit te trappen. Wat een held. Wat mij betreft blijft hij altijd in Tilburg. En Mecio, beste Gert, die verdient een basisplaats tegen de Graafschap. Dat heeft hij dik en dik, maar dan ook echt dik verdiend. Groet, Frank.